Ja, Benny Meurs. Het is niet moeilijk om de jongens te motiveren, denk ik, tegen Antwerpen. Nee, inderdaad. En ja, dat heeft natuurlijk twee zijden, die medaille. Tegen zo'n ploegen is het inderdaad niet moeilijk. Maar het is wel moeilijk, zoals de wedstrijd van maandag. Goed, het is de motivatie die dan het verschil maakt. Hè. Ja, al begon alles ja, op een laaie dakje, zal ik zo zeggen. Want ja, het was 1-0, onverwacht, maar wel een prachtig doelpunt. Ja, ik denk op dat moment dat we nog geen kans hadden weggegeven en dat we probeerden snel uit te komen. Hetgeen dat ook lukt is met een mooi doelpunt, denk ik. Ja, alleen is het dan de kunst van de def even vast te houden. Dat is niet zo goed gelukt. Ja, het balbezit was moeilijk, hè, want Antwerpen had ja, een hoog percentage van balbezit. Ja, uiteraard. Hè. Antwerpen is uiteraard een heel sterke ploeg. Volgens mij is het de sterkste ploeg sinds een aantal jaar. De te kloppen ploeg, dat wil zeggen dat je weet dat je onder druk gaat komen. En dan moet je proberen er onderuit te geraken, dat niet altijd makkelijk is. Ja, we hebben het ook bewezen, denk ik, dat we een aantal kansen toch nog kunnen creëren. Alleen jammer dat we iets te ver terugzakken, waardoor dat er toch wel wat schietkansen weggegeven worden. Ja, en zoals je hebt gezien, de eerste twee doelpunten, twee afstandsschoten. En dat is eigenlijk jammer. Ja, echt uitgespeelde kansen waren niet. Hè. De verdediging was goed bij de les. Oké, het waren wel meestal dezelfde mensen die speelden, maar de verdediging was zeer goed bij de les. Ja, inderdaad. We doen het met de middelen die we hebben. We hebben een vrij kleine kern. Julien Pauli is dan nog gekwetst uitgevallen met een spierscheurtje. Dus ja, dan zijn we helemaal beperkt. En dan heeft het geen zin om hoog te gaan storen, hoog te gaan vastzetten. Dan loop je zelf in de val. Dus onze strategie was duidelijk. Terugzakken, een goede dubbele dekking geven en trachten er snel uit te komen. En ik denk dat het op dit moment heel goed gelukt is. De goede punten meepakken naar de wedstrijd van volgende week. Ja, zeker en vast. Het is niet tegen Antwerpen dat wij de punten moeten halen. Ik had ook de spelers gezegd, van vandaag is de bedoeling om een goede wedstrijd te spelen. Met goed is, wil nog niet altijd zeggen dat het een aangename wedstrijd is voor het publiek. Maar toch, er zaten heel wat kansen in, heel wat doelpunten. Dus dit moeten we nu kunnen verder trekken. Goed, binnen veel succes.